De zon is nog maar net op als de eerste pontons in het water worden gelaten. In totaal worden een kleine 300 pontons geplaatst. En daar is de organisatie van Festival Klassiek nog wel even zoet mee. In ieder geval de hele dag vandaag. Maar dan is het ook nog niet klaar natuurlijk. Volgende week hebben we nog meer te doen. Maandag en dinsdag wordt hier het podium gebouwd. Tribune voor het publiek. Alles wat we nodig hebben voor het residentieorkest, noem maar op. Dus we zijn een dag of 10 bezig bij elkaar. Festival Klassiek staat dit jaar in het teken van de heropening van het Mauritshuis. We zijn ontzettend blij dat dat weer in volle glorie hersteld is en dat iedereen er weer naartoe kan. En een aantal schilderijen uit de collectie waren de inspiratie voor de regisseur van dit jaar, Jaap Spijkers, om dat concert samen te stellen. Het Hofvijverconcert belooft weer een bijzondere productie te worden. Er zitten acteurs in van het Nationale Toneel, maar je gaat ook allerlei dansers zien. Zelfs breakdancers doen mee aan het concert. Dus het wordt weer een heel divers geheel. Voorgaande edities had de organisatie soms te kampen met slecht weer. Maar daar is dit jaar geen sprake van. We hebben echt prachtig weer, zo begin 20 graden, alleen maar zonneschijn voorspeld. Dat hebben we jaren niet meegemaakt, dus wij zien er ook ontzettend naar uit. En we hebben onze zonnebrandcrème al klaargelegd.